is Toeter die bepaalt dat de basisopstellingen voor de tweede helft gaan beginnen aan die tweede helft. Stand is 4-2 in het voordeel van Oost-Nederland in deze warming-up wedstrijd voor het nieuwe seizoen. Competitiestand, start. Start op 19 oktober. Jan van Renswouw voor de All-Stars. Van der Sluis. Jan van Renswouw. Komt er niet door. Wordt zeer goed zoneverdedigd door Oost-Nederland. Riedijk. Waar gaat hij heen? Vrijtrap mee, uiteraard, in de rug gelopen. Van Renswouw kan het toch niet kwijt. Deze vier aanvallers tegen drie verdedigers. En dan een slechte paas. André van der Leij. Goeie paas, Henk Barnas. Van der Leij. En dan was het een goal waard geweest, deze combinatie. Curver. Martin van Zanten. Voor de All-Stars. Selectie uit alle teams van het vorig seizoen. Ze vallen me niet mee. Van der Sluis. Jan van Renswouw. Arie Riedijk. Riedijk weer. Van Zanten. Van der Sluis. De inkomende man. Die ontbrak. Geestman voor Oost-Nederland. Hij wordt niet aangevallen. En het wordt allemaal veel moeilijker dan het nodig is. Geestman nog steeds. Ja, en dat is de goal. Uiteraard. Simpele goal. Frans Curver, de keeper, hapte. En André van der Leij die scoort. Simpel 5-2. Oost-Nederland is op weg om de All-Stars te vernederen. Van Zanten. Ze vallen wel aan, maar ze scoren niet. Van Renswouw. Kijk, steeds komt er zo'n mannetje jagen op de man met de bal. Van Zanten. In dit geval Tony van Duiver. Riedijk. Van der Sluis. En dan een hele slechte van Jan van Renswouw. Hij speelde het vorig seizoen voor Domstad Utrecht. 2 minuten en 44 inmiddels. En de stand is 5-2 voor Oost-Nederland. U zag het in beeld. André van der Leij. Ja, een uitstekende goal. De paas is van Ruud Geestman. En de goal is van Duiven. De kampioenen roept Dick Maschier zeer terecht op. Die maken het wel degelijk. En die zag uit die paas van Geestman van Duiven zeer vrij scoren. Van Renswouw. Nou, deze goal is zeker zo droog. Jan van Renswouw die eigenlijk scoort uit de positie waarin je geen goal zou verwachten. Hij maakt het toch. Van Renswouw 6-3. En intussen hebben we 3 minuten en 37 seconden achter de rug in de tweede helft. Plus die 20 van de eerste helft en we hebben er al 9 doelpunten in gezien. Barnas, Geestman, goede inzet. En dan een goede kopbal van Martin van Zanten. Wordt hij gehaald? Nee. Ja toch. En toch niet. Op van der Landen. Jan van Renswouw. Hard en weer een goal. En zeker zo droog. Hij heeft een geweldige knal in dat linkerbeen. En tweemaal achterin in 1 minuut haalt hij met ogenloos uit. 6-4 via opnieuw Jan van Renswouw. Het All-Star team is aan het terugkomen. Maar misschien moet je ook een beetje zeggen dat Oost-Nederland gas heeft teruggenomen. Zij net.
Henk Vleeming. En dan een paas op Pieter van der Wildenberg. Die ogenomen erop van de Landers komt. En hij komt er niet langs. De sliding van de keeper. Niet bestraft. Gerrit Hoenen kwam niet in. Nou, achter die goal dan maar. En het is een goal. Ja, ja. Complete ommekeer in deze wedstrijd. Van der Wildenberg die in tweede instantie dan toch nog raak schiet door dat gat. Het is 6-5 geworden. En de All-Stars zijn terug aan het komen. 6-5. We hebben al 11 doelpunten gezien. In 25 minuten en 22 seconden totaal. André van der Leijen aangespeeld. Jan Bruijs mist. Erg uitschot Gerard Sommer. Dit is hem. Hoenen, Bruijs. Goede dieptepaas van Zanten. Van de Wildenberg, van Zanten weer. Bruijs. En dan had hij gekopt moeten worden en het zou een hele mooie geweest zijn. Ja, je kan niet alles hebben. Sommer. Paul Scheuring. Geweldige conditie. Van der Leij. Scheuring weer. En dan is er weer een paas mogelijk naar Van der Wildenberg. Opnieuw alleen voor die keeper. En weer is Gerrit Hoenen te laat. Maar nu kan het wel een goal worden. Het is een goal. Ja, ja. Is het een gekopte goal? Nou, daar is twijfel over. Hij wordt wel ingeschoten, maar hij wordt ook gekopt door... Ik meen Gerrit Sommer, maar hij telt voor 1. Het blijft 6-6. Pieter van der Wildenberg scoort opnieuw. Geen dubbelteller. Hij werd niet gekopt. Hij kwam op de schouder van Gerrit Sommer, zeggen we dan maar. 6-6 is de stand. En weer mogelijkheden voor de All-Stars. Gerrit Hoenen in de rebound misschien. Zo niet. Zo misschien. Bruijs. Van der Wildenberg. Hij zoekt weer dat gat. Goed verdedigd door Rob van der Landen. Sommer. Ja, daar komen ze goed uit, Oost-Nederland. Maar dan gaat hij weer terug. Goed werk. André van der Leij komt er niet aan. Krijgt toch die bal. Bruijs. Goed gewerkt van Bruijs. Hoenen. Bruijs aan de rechterkant vrij. Maar Van Zanten heeft hem. Het is geen goal. Zo ook nog niet. Van der Leij haalt hem eruit. Leuke momenten natuurlijk. Hoenen. Jan Bruijs biedt zich aan. Van Zanten in de spits. Waar gaat hij heen? Hoenen. Van der Wildenberg, Bruijs aan de rechterkant vrij. Wordt hij aangespeeld? Nee. Goede redding van Rob van der Landen. Ja, dit is toch best aardig. Van der Leij, riskant, gevoetbald. Een bijna goal. Een gevaarlijk schot. 8 minuten en 16, 17, 18 seconden. 6-6 is de stand. Arbitraal overleg. Jan Bruijs voor de All-Stars. Gerrit Hoenen. Wordt bepaald niet op het scherp van de snede gespeeld, maar... Dat maakt natuurlijk wel dit soort alleraardigste combinaties mogelijk. Vleeming. Paas op Ferry Piraar. Vleeming weer. Verdediger te veel, want je valt aan met z'n vier en je verdedigt maar met 3 man. Oftewel, er moet iemand op de andere helft blijven. Goed ingegrepen van Curver en hij weet zelf niet waar hij aan begint. Een inrol voor de All-Stars. Een inrol, zei ik dus. Toon Valks, de man met het gekrul daar, grijs en wel. Dat is de coach van Oost-Nederland, naast hem Ben geleverd. Verzorging. Gerrit Sommer, aanvallender dan ooit.
Is er weer een verdediger te veel? Dat moet Pieter van der Wildenberg geweest zijn. Hij heft de armen wanhopig. Vleming, Zomer, Geesman. En dat deed hij best aardig. Dat is een corner. De eerste voor de Oost-Nederlanders. Dus aan die penalty zijn ze nog lang niet toe. Hoenen. Tony van Duiven. Nou, eens kijken wat hij in 1 tegen 1 situatie doet. Dit. Geestman. Warnas. Van Duiven. Het been is te kort. Gerard Hoenen. 12 minuten en 12 seconden gespeeld. Goed werk van Duiven. Een merkwaardige redding, maar zeer effectief van Frans Keurven. Riedijk in het veld. Nog niet te veel gezien van hem. Van Renswaal, die ook niet redt. Stevenen deze beide teams wellicht op een gelijkspel aan. Of als Arie van der Sluis slim is en paast. Dat is de goal. Balverlies Oost-Nederland. En dan penetreren van Arie van der Sluis. En dan tenslotte die paas op Van Renswaal die 7-6 scoort. En is dat de eerste keer dat de All-Stars leiden? Ik meen van wel. Van Renswaal. ...13 minuten en 19 seconden, 20 zelfs. De stand is 7-6 voor de All-Stars. Die het nu goed doen. Lichamelijk contact. En over deze beslissing zou te praten zijn, te discussiëren zijn. Maar ach, we laten het maar zo. Henk Warnas. Duiven, goede redding Frans Keurven. Niet bereikbaar is Ruud Geestman. Warnas. Ja. En je zag al meteen dat Frans Keurven dit duel ging winnen. Martin van Zanten aangespeeld. Hulp van Jan van Renswaal. Hij krijgt hem. Van Zanten weer. Een knal van een breedtepaas. Die dan ook nog niet aankomt. Riedijk. Hoenen. Tempoversnelling bij de All-Stars. Hoenen. Ja, ja. Een goede 1-2 combinatie met Jan van Renswaal. Hoenen scoort 8-6. Ik meen dat hij nog niet eerder gescoord heeft in deze wedstrijd. Nee, zo te zien is dat juist. Gerard Hoenen scoort 8-6 na die combinatie met Jan van Renswaal. Die bij zeer veel goals betrokken is, de zaakjes. Paul Scheuring. En Warnas, Geestman. Tony van Duiven. Is voorbij. Arie Dijk in een solootje, doet hij erg mooi, maar dit was Zanten. En dan moet er eigenlijk een goal komen, hè, naar zo'n combinatie. Tony van Duiven. 15 minuten en 28 seconden gespeeld. 8-6 stand in het voordeel van de All-Stars. Tony van Duiven voor Oost-Nederland. Ruud Geesman, en wat een schitterende redding van Frans Keurver. Maar wat een uitstekende opgezette aanval trouwens ook. Van Oost-Nederland. Geestman, hard. Oh, wat een schitterend schot op die kruising. Maar geen goal. Erg goed. Ja, hij is aangeraakt. Uiteraard.
dat gebeurt uitstekend daar. Riedijk aangespeeld. Bruijs faalt. Nee, faalt in tegendeel. Erg goed. Goede paas ook nog. Riedijk. Oh, wat een schitterende reflex daar van Rob van der Landen. Op dat zeer snel ingeschoten balletje van Arie Riedijk. De derde corner tussen haakjes. Dat moet overgenomen worden, want het cornergebied en het doelstrafschopgebied moeten leeg zijn wat de verdedigers betreft. Is dat Hens? Nee. Van der Leij, zeer snel. Bal scheuring. Ah, nou is dat een vuiltje aan. En hier ook. Kijk eens even. En dit dan. André van der Leij. Goed, dat is Arie Riedijk. Hij moet pasen. Hij is moe. Riedijk. En had kunnen scoren en had ook moeten scoren. Want pas dan krijgt zo'n schitterende solo. Wiljef. 17 minuten en 8 seconden gespeeld in de tweede helft. De stand is 8-6 in het voordeel van de All Stars. Warnas. Hard en geen goal. En ook geen corner wordt er gezegd. En ik dacht dat hij aangeraakt werd. Maar wie ben ik? Jan Bruijs. Ja. Achlamer. Van der Leij. Zomer. Redding. Curver. Ruud Geesman. Henk Warnas. Want Skurver en dan de paas op Martin van Zanten samen met Jan van Renswouw. En dat is de goal. Duidelijk. Nou ja, 9-6 door Martin van Zanten. Uitstekend gedaan, zeer alert gereageerd en ook gewacht. Eigenlijk wel een geraffineerde goal. Zomer. Nou, het publiek hier mag niet klagen en u ook niet. 15 goals hebben we gezien. Met nog een kleine anderhalve minuut te spelen. Jan Bruijs heeft balbezit. Voor zover ik me herinner heeft hij in ieder geval nog niet gescoord. Bruijs van Zanten. Bruijs wordt bereid. Kan hij hem aannemen? Ja. Het is niet te geloven wat hier gebeurt. Maar hij vindt het zelf ook wel aardig, dacht ik. En lokte het ook volkomen uit. Pieter van der Wildenberg rolt in naar Arie van der Sluis. Dit is hem. Bruijs, hij maakt het te gek. Heeft daar vaker moeite mee. Warnas. We zijn aan het eind van de rit zowat. 13 seconden. Het publiek gaat tellen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2-1 en de zaak is bekeken. De All-Stars verslaan volkomen in tegenstelling met wat er in de eerste helft is gebeurd. Toen er wel degelijk een 4-2 voorsprong was voor Oost-Nederland. Die All-Stars verslaan met 9-6 het Oost-Nederlandse team dat kampioens was in het vorige seizoen. En wie weet een harde dobber krijgt in het komende seizoen. Ik zeg u nog eenmaal dat u op 19 oktober opnieuw op uw scherm minivoetbal kan zien op Nederland 1. We besluiten met de mededeling dat het publiek hier tamelijk tevreden naar huis gaat. Na deze 15 doelpunten in 220 minuten minivoetbal in het Sportpaleis Ahoy. Goedenavond.
Op donderdag 11 oktober nemen we weer een hele avond sportief spelplezier op.